Ja, goedenavond iedereen. Het is intussen ons derde verpleegcafé met als thema AYA en transitiezorg. Met de experten aan tafel denk ik dat we een hele boeiende avond zullen hebben. Voor de mensen voor wie het de eerste keer is dat we een verpleegcafé doen, het ziet er zo uit. We gaan eigenlijk een goed uurtje gaan praten met de experten. Dus zij gaan hun best practices en hun kennis delen met ons over dit thema. Dan gaan we een korte pauze doen. Dan denk ik zal dat ook nodig zijn om een keer bij te tanken. En dan gaan we verder met het debat met jullie als publiek. Dus hou jullie kritische vragen bij en dan gaan we die zeker stellen aan onze experten. Ik ga ze eventjes voorstellen, zodat je weet wie dat we hier in onze sofa hebben. We hebben Michelle naast mij. In 2005 behaalde Michelle haar bachelor voor verpleegkunde aan de Hogeschool van Nijmegen. Ze woont intussen al een tijdje in Gent. En startte direct op de hartbewaking van het Universitair Ziekenhuis in Gent. In 2009 studeerde Michelle af met de Master of Nursing Science in de Universiteit van Utrecht. En sinds mei 2013 werkt ze als verpleegkundig specialist, en dit specifiek voor jongvolwassenen met een aangeboren hartaandoening. Een van haar eerste opdrachten was het optimaliseren van de transitie van de jongeren naar de volwassenzorg, waarover ze momenteel ook een doctoraatsonderzoek doet. Dus we hebben zeker een expert in ons midden. Dan hebben we ook Karsten. Karsten van de Wijnhaard is afgestudeerd als kinesietherapeut in 2017. Hoe denk ik dat aan mijn wekker is? Ik ga die wekker. Halftijds gewerkt op de hart- en longrevalidatie van UZ Gent. Ondertussen zijn doctoraat afgerond over levenskwaliteit en fysiek functioneren bij dialysepatiënten. En uiteindelijk Karsten via heel wat patiëntencontacten op de dienst nefrologie in de transitiewereld terechtgekomen. En hij werkt nu als coördinator transitiezorg in UZ Gent. Dan hebben we ook Nathalie Belpane. Zij is AYA zorgcoördinator in UZ Gent. En zet zich ook in voor een ziekenhuisbrede, multidisciplinaire, leeftijdsspecifiek en aanvullende AYA-zorg voor chronische en levensbedreigende aandoening. Wauw, ja. Dat is AYA-zorg, daar weten we al veel mee. En is daarnaast ook nog bezig met een doctoraat aan het UCVV Gent, waar het onderzoek ook gevoerd wordt rond het psychosociale traject van AYA's met kanker en AYA-overlevers met kinderkanker. Ze is ook lid van de raad van bestuur van de VZW Care for AYA en is ook lesgever in een meerdaagse opleiding rond AYA-zorg. Dan hebben we nog collega Veerle. Veerle Seij is afgestudeerd in 2000. Heeft dan 7 jaar heel bewust, staat er, langdurige interim opdrachten gedaan binnen de verpleegkunde. Dus heel veel kennis gesprokkeld. Sinds juni 2007 als pediatrisch verpleegkundige gewerkt bij ons in het ziekenhuis op pediatrie hemato-onco. In 2012-13 had je de microben te pakken voor een jonge volwassen, want toen had je een paper gemaakt in kader van de postgraduaat-oncologie rond het thema therapietrouw bij jongeren op de pediatrische oncologie. En in november 2022 is Veerle ook gestart bij ons in het ziekenhuis als verpleegkundig consulent AYA-zorg. Hanse Botramaal, maar dit zijn ons panelleden voor deze avond. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat we toch eventjes jullie vooral in het begin meenemen van oké, over wat praten we nu? Wat is AYA-zorg? Wat is transitiezorg? Dat we allemaal dezelfde begrippen in onze mond nemen, sorry. Karsten, mag ik die vraag bij jou beginnen? Wat is transitiezorg? Transitiezorg, je hebt eigenlijk 2 begrippen binnen transitiezorg. Dat is 1 transitie en 2 transfer. Hoe dat het in de voorbije 10, 20, 30 jaar vaak verliep, is dat een jongere wordt opgevolgd op de pediatrie. Die wordt 18 jaar en plots moet die naar de volwassenzorg overgaan, waardoor dat er een transfer plaatsvindt naar een volwassenarts. Sinds de laatste 20 jaar begint daar wel een evolutie in te komen, dat we eigenlijk over transitie willen spreken. En daaronder verstaan we een graduele overgang van de pediatrie naar volwassenzorg, waarbij dat we de jongeren gaan ondersteunen op verschillende psychosociale vlakken, zodanig dat hij uiteindelijk klaar is dat eenmaal dat hij de overstap maakt naar de volwassenzorg, dat hij zijn eigen gezondheidsmanagement in handen kan nemen. Ja. Is dat een grote groep in UZ Gent? Dat is een vrij grote groep, in de zin, want ik heb de cijfers nog eens opgezocht.
En wij spreken over een kleine 1000 patiënten op dit moment die moeten klaargemaakt worden om de transitie te maken binnen de komende 3 jaar. En als we dat dus gaan onderverdelen, gaan er ongeveer 300 patiënten per jaar de overstap maken naar de volwassenzorg. Hetgeen wat dat ook heel belangrijk is, ik zal ondertussen verder praten. Hetgeen wat ook wel heel belangrijk is om te weten. Wij spelen, als er gewoon een transfer plaatsvindt, spelen wij tot 25% van onze patiënten kwijt. En via transitiezorg proberen we om die jongeren toch geëngageerd te houden aan hun therapie, waardoor ze toch blijven komen naar die specialisten, ook op volwassen afdeling. En dat ze therapie trouw blijven en geëngageerd in hun eigen zorg. Oké, al een hele mooie situering. En ik veronderstel, die 1000 patiënten, dat is vooral bij chronische zieken. Hoe moeten we dat zien? Dat zijn chronisch zieke patiënten. Dus in TUZ behandelen wij per definitie zeldzame aandoeningen. Aandoeningen die helemaal niet veel voorkomen. Wat dat ook chronische aandoeningen zijn, vaak syndromale aandoeningen, dan uiteindelijk ook wel nazorg nodig hebben op de volwassen afdeling. Er zijn uiteraard ook wel patiënten op pediatrie die een aandoening hebben, uiteindelijk uitbehandeld zijn en die per se die transitie moeten maken naar de volwassenzorg. Maar in een tertiair centrum, zoals het universitair ziekenhuis, is er wel vaak opvolging nodig, ook nog wanneer dat ze volwassen zijn. Ja, ja. Oké. Ik denk dat dat al een heel mooie definitie is. Nathalie, AYA-zorg. Leg ons eens even uit wat dat AYA-zorg is. Want veel mensen slaan dat denk ik door elkaar, hè, transitiezorg, ja. AYA-zorg. Dus AYA-zorg, dat komt natuurlijk van, van AYA, adolescent en young adult. Als je er praktijk of literatuur op nakijkt, dan heb je natuurlijk verschillende leeftijdsafbakeningen om, om die groep te gaan definiëren. Nu, de term wordt vooral gebruikt of komt eigenlijk vanuit de oncologische zorg. En daar hadden we van 15 tot 25, heb je eigenlijk heel wat definities. Maar de laatste jaren zien we internationaal dat er toch vooral een groep wordt afgebakend van ongeveer 16 tot 35 of in de Verenigde Staten 16 tot 39 jaar. Nu, bij ons, wij benoemen ze ook vanaf 16 tot 35 jaar. Dat zijn voor ons AYA's. Dus AYA-zorg is dan eigenlijk de zorg die aangepast is voor patiënten die in die leeftijdsgroep zitten. Zowel medische uitdagingen die beantwoord worden op hun maat, maar eigenlijk ook vooral gericht op het psychosociale, op het leeftijdsspecifieke. En ook om een cijfer mee te geven, maar we hebben die samen opgezocht. Hebben we eigenlijk ongeveer jaarlijks 1100 AYA's die in die leeftijdsgroepen 16-35 in de zorg terechtkomen. En 1100, zijn dat AYA's met kanker of is dat ziekenhuisbreed? Dat is ziekenhuisbreed. Voor oncologie mag je rekenen dat er ongeveer 150 à 200 AYA's per jaar binnen onco zitten. Dus onco neemt eigenlijk een groot aandeel van de AYA-populatie in. Maar we zien dat ze natuurlijk overal verspreid over verschillende groepen zitten. Dus wat een stukje een onderscheid is met transitiezorg, is dat je binnen AYA-zorg ook jongeren hebt die natuurlijk 18 jaar zijn en dan pas in het zorgsysteem terechtkomen. Ja, dus een deel van die AYA-patiënten hebben een transitietraject, maar een heel groot deel niet. Nee. Ja, klopt. Ik hoop dat dat al een beetje duidelijk is voor de zaal, maar als het niet duidelijk is, dan hoor ik dat graag straks van jullie. Ja? Michelle, jij werkt als verpleegkundig specialist met, veronderstel ik dan, die 2 groepen. Hè? Kinderen die in de transitie zitten, AYA's, die begrippen, klopt dat nu? Ja, dat klopt zeker. Maar ik zie het niet echt als 2 losse begrippen, ik zie het eigenlijk eerder als een continuum. Je hebt natuurlijk de groep tieners die klaargestoomd worden voor de overgang naar de volwassenzorg en ook steeds meer verantwoordelijkheden op zich te nemen. Op een gegeven moment maken ze dan de transfer. Bij ons is dat ongeveer rond de 16-17-jarige leeftijd. En dan gaan ze over naar de volwassenzorg. Maar daar stopt transitie absoluut niet. Het is ook absoluut de verantwoordelijkheid, denk ik, van mensen in de volwassenzorg om die jongeren vast te houden en ook extra begeleiding te geven. En dat is eigenlijk, dan gaat het eigenlijk langzaam over voor mij in AYA-zorg. En dan met de meer volwassen zaken een extra begeleiding te geven. Ja, oké. Nathalie, ik kom eventjes terug bij jou. Je zei daarnet AYA's. Specifieke medische noden, psychosociale noden. Kan je nog iets meer vertellen daarover? Wat maakt dan nu een AYA zo'n specifieke groep is? Ja,
Het is zeker een heel specifieke groep, hè, want natuurlijk als we kijken naar de groep van adolescentie en jongvolwassenen, sowieso, dat is een fase in het leven waarin dat er heel wat veranderingen gebeuren, hè, heel wat ontwikkelingen op sociaal, emotioneel vlak, cognitief vlak. Dus eigenlijk zien we dat die groep van patiënten, terwijl dat ze geconfronteerd worden met een aandoening, ook nog altijd die belangrijke mijlpalen in die ontwikkeling moeten behalen. Dus dan gaat het over identiteitsvorming, contact maken met lotgenoten, in nadenken over eigen, over zelfbeeld, wie ben ik in het leven. Dus dat zijn eigenlijk allemaal vraagstukken die een jongere zich stelt, die toch wel helemaal anders zijn dan waar kinderen mee bezig zijn of ook waar oudere volwassenen voor staan. Dus het maakt het eigenlijk een heel complex geheel dat je net in die fase van ontwikkeling van je eigen identiteit ook nog eens geconfronteerd wordt met een stukje ziekte die je ook moet in die identiteit zien te integreren. Dus we zien dan echt wel dat de grootste psychosociale noden die die jongeren zich stellen net zijn op dat vlak van wat doe ik nu van studie, op welke manier heeft mijn aandoeningen een impact op mijn verdere toekomst, naar keuze van beroep. Hoe sta ik nu ten opzichte van partners? Ben ik nog welk soort gezin? Wil ik. Dus er zijn eigenlijk heel wat specifieke vragen die jongeren zich stellen en waar wij dan binnen AYA Zorg proberen heel veel aandacht voor te hebben. Ja, Veerle. Ja. Jij werkt als consulent, maar dan natuurlijk AYA's met kanker. Ja, specifiek inderdaad. Welke vragen hoor jij bij die jongeren? Wat houdt hen bezig? Om eigenlijk aan te vullen op wat Nathalie zegt, bijvoorbeeld van die studie. Dat is dan specifiek eigenlijk in nazorg. We zien zowel de AYA's, de jongeren en jongvolwassenen met kanker, zien we zowel in de behandeling, maar we begeleiden en ondersteunen ze ook bij stoppenbehandeling als de nazorg start. En eigenlijk bij het heropstarten van het gewone leven, dat is voor de doorsnee jongeren, de adolescenten en jongvolwassenen, al pittig om uit te zoeken wat wil ik bereiken in het leven? De jongere AYA is dan bijvoorbeeld bezig met wat wil ik studeren en op sociaal vlak en met welke vriendengroep en zo. Maar ook de oudere AYA van ik wil wel huis, tuintje, boomke, maar ik wil ook misschien wel carrière maken. En eigenlijk heeft bij het behandelen van de ziekte heeft dat allemaal heeft dat allemaal in pauze gestaan en ziek. Bij het heropstarten van een normale leven echt wel de nood aan een ondersteuning daarin om uit te zoeken van wil ik nog steeds wat ik toen mee bezig was en als ik dat wil, hoe pak ik dat aan, want de behandeling kan soms voor de lange termijn effecten zoals vermoeidheid en zo, dus ze mogen het nog willen, het moet ook nog haalbaar zijn, dus dat zijn wel noden bij heropstart van het gewone leven die heel duidelijk naar voren komen. Ook een nood of een hulpvraag die heel duidelijk naar voren komt, die bij de aanpak van AYA's dan meespeelt, zijn de naasten. Dat is bij elke patiëntengroep natuurlijk van belang, maar specifiek voor jongeren en jongvolwassenen, door de levensfase waar dat ze in zitten, zijn die naasten eigenlijk, is die zorg nog extra van belang. Denk maar aan een jongere die nog thuis woont en die wel al in zijn weg aan het zoeken is naar zelfstandigheid, maar die dan door ziek te zijn terug, zowel qua praktisch als emotioneel, terug onder de vleugels van de ouders moet terechtkomen. Zowel, dat vraagt eigenlijk een aanpak waarin dat je enerzijds de ouders ook gaat betrekken, maar anderzijds ook de AYA zelf gaat ondersteunen als dat die rolherverdeling niet zo makkelijk loopt. Dus ik hoor inderdaad, het is breder dan de AYA, de noden. Mm-hmm. Het is ook gans die partner, die ouders daar rond. Ja, want dan zijn de jongere AYA's is inderdaad met de ouders, maar de oudere AYA's die nog in prille relaties hebben, of de iets wat oudere AYA's die jonge kinderen hebben. Hè, wat vertel je aan de kinderen? Hoe vertel je het aan de kinderen? Zijn toch echt specifieke noden van jonge mensen? Michelle, op de cardiologie, herkenbaar ook diezelfde thema's? Absoluut, absoluut. Ik zat zo, nu ik jouw verhaal hoor, gisteren zag ik bijvoorbeeld een jonge dame, ik denk 26 jaar was ze. Ik vroeg natuurlijk hoe het met haar was en het ging helemaal niet goed met haar.
paar maanden geleden hebben we met haar een preconceptioneel counselinggesprek gehad. Dus waarin ja, we besproken hebben haar kinderwens. Ja, wat is het risico voor mama? Wat is het risico voor het kindje? En dat is iets ook wat wij wel stimuleren om dat openlijk te bespreken. En in de transitiefase, dus eigenlijk zo, ja, als ze nog tiener zijn, dan halen we dat wel aan. Van kijk, het is heel belangrijk dat je je kinderwens uit op het moment dat het wat concreter is. Want we weten dat het toch een marathon van 9 maanden voor het hart is. En zo heeft ze dus, ja, denk ik, vorig jaar dat wel kenbaar gemaakt. Van kijk, ja, ze heeft een relatie en de kinderwens speelt wel. We proberen dat altijd wel een beetje uit de klinische setting te halen om daar echt aandacht voor te hebben voor zulke topics. Dus zo hebben we een paar maanden geleden met haar een heel moeilijk gesprek moeten voeren. Omdat het haar zwangerschapsrisico is gewoon heel erg hoog. Hoog voor mama en voor haarzelf en voor het toekomstig kindje. En dat heeft een enorme impact natuurlijk op iemands leven. En gisteren zag ik haar dan terug voor haar klinische follow-up. Ik vroeg natuurlijk, ja, van hoe is het allemaal met jou en hoe is het binnengekomen? En ze begon direct te huilen. Blijkbaar zet dat dus ook bijvoorbeeld de relatie op spanning. Mm-hmm. En ja, dat is dus, ja, heel heftig natuurlijk, hè? Want hij wil dolgraag kinderen. Zij kan eigenlijk of mag eigenlijk geen kinderen krijgen. En dan ja, kom je toch ook in zo'n situatie dat je, ja, dat het mogelijk wel tot een relatiebreuk kan leiden. Terwijl je al zo'n moeilijk parcours hebt. Dus, ja. Oké, okay. Ik denk dat we hier al heel wat mooie thema's, ja, horen of noden. Hè, die sfeer, ja, en die dat is trouwens zijn. Ook een meisje die in, bijvoorbeeld rondom werk enorm veel moeite heeft gehad om een juiste job te vinden. Ja. Het is echt een horecameisje, maar haar conditie laat het niet toe om hele dagen door het restaurant te rennen. En nu heeft ze wel via een omweg iets waar ze zich goed bij voelt. Maar ook dat, ja, alles, in alles moeten ze toch ook stukjes weggeven, aanpassen. En, ja. Dus ik hoor vooral bij jullie toch, hè, van naast het medische verhaal, mm-hmm, toch heel veel die andere thema's die belangrijk zijn op die leeftijd open te trekken en te bespreken. Hè? Ja. Karsten, jij bent coördinator transitiezorg. Ja. Dus ik kijk, jij maakt het dan allemaal waar in het UZ. Jij gaat dat nu allemaal organiseren. Dat de noden aangepakt worden. Of zo is zie mijn je jobbeschrijving, dat? Ja. Dus, in die zin heb je gelijk. Het probleem of de barrières waar wij wel tegen botsen, is dat er wel middelen moeten zijn natuurlijk. Er moet een mogelijkheid zijn, volwassen artsen moeten openstaan ook voor pediatrische kinderen te ontvangen. Wat dan niet altijd het geval is. Ik denk, maar zeker in het UZ zijn we allemaal gespecialiseerd in een bepaalde aandoening. Als je natuurlijk een multimorbide aandoening hebt, waarbij dat de patiënt cognitief heel beperkt is, dat de patiënt eigenlijk uitbehandeld is, maar toch chronische zorg nodig heeft in een tertiair centrum, dat zijn geen patiënten die aanspreken om opgevangen te worden door een volwassen arts. En op deze moment botsen we nog heel veel tegen de barrières, dat we de kinderen die bij ons worden opgevolgd gewoon niet kunnen overdragen, omdat er geen plaats is op de volwassenzorg. En op zich proberen we dat wel, hè, zeker met avonden zoals dit, proberen we de awareness toch een klein beetje te verhogen. En we zien ook wel veranderingen in het UZ toch geleidelijk aan. Maar er is wel echt een mentaliteitsshift nodig binnen alle zorgverleners om meer aandacht te geven aan die jongere populatie, die dat echt wel heel specifiek is en een totaal andere entiteit dan de pediatrie of dan de chronische volwassenen van gemiddeld 40 of 50 jaar. En ik denk vooraleer dat we het belangrijkste is dat we eerst een shift creëren en eenmaal dat die shift er is, kunnen we echt praktisch te werk gaan. Maar voorlopig zitten we nog in het stadium dat we heel veel moeten praten met mensen en moeten zeggen van kijk, het is belangrijk. En ze zo proberen te motiveren en te overtuigen. Maar dat doe je al, veronderstel ik. Want daar zijn we heel erg mee bezig. Ja. Ik kom eventjes bij jou terug, Michel. Jij doet het al, een stukje die transitiezorg voor jongeren met aangeboren hartaandoening. Hoe doe je dat nu concreet? Wat doe je dan? Ja, een van mijn eerste taken was om de transitiezorg te verbeteren.
Maar ik kwam eigenlijk wel in een luxe situatie terecht, waarbij de kindercardiologen en de volwassen cardiologen al nauw samenwerken. Ze kwamen op dat moment, dus een kleine 10 jaar geleden, al voor verschillende jaren wekelijks samen voor stafvergaderingen. Ze behandelen of doen ook interventies samen. Onze professor van de volwassen cardiologie deed ook al gezamenlijke overgangsconsultaties met de kindercardioloog. Dus dat is eigenlijk de eerste consultatie in de volwassenzorg dat de patiënt letterlijk wordt overgedragen. En dat is een supergoeie start. En ik besef dat dat een luxe situatie is om vanuit daar te kunnen vertrekken. Want zolang de neuzen niet dezelfde kant op staan, is het enorm moeilijk om die kar te gaan trekken. Oké, de artsen deden dat, maar wat doe jij dan nu nog specifiek? Ik ben, dan zat ik daar, oké, hoe ga ik dat hier doen? Ik had toen wel het geluk dat Anneloes van Sta, dat is een verplegingswetenschapper uit Nederland, in Gent een lezing kwam geven. Zij heeft een heel mooi doctoraatsproject uitgerold, een algemeen transitieplan eigenlijk, waarbij ze ook hele handige tools heeft ontwikkeld voor gezondheidsmedewerkers die van hoe start ik nu met transitie. En ook een mooi stappenplan en ik ben dat gaan volgen. Want er werd toen ook wel al heel veel geschreven van we moeten er iets aan doen, maar heel concreet niet. Dus ik dacht oké, dat is een van de weinige dingen die we hebben. We gaan zo van start. En ik heb dan multidisciplinair transitieteam samengesteld met zowel verpleegkundigen als artsen, psycholoog van zowel de kindercardiologie als de volwassen cardiologie. En samen hebben we al die stappen doorlopen. En een van de belangrijke dingen daarin is dat we samen, dat heet een zelfdiagnose, samen zijn gaan kijken van welke situatie is het nu en waar willen we naartoe. En daaruit zijn een aantal prioriteiten gekomen. Onder andere dat we de adolescenten nog meer centraal willen krijgen in de zorg en ook actiever willen laten participeren. Dus een aantal dingen concreet. We hebben bijvoorbeeld een praatpapier waarbij de jongeren eigenlijk de consultatie gaan voorbereiden. Ik stuur hun een mailtje een week voor de consultatie van waar wil je het met ons over hebben. En dan kunnen hun daar van tevoren over nadenken. Want als je adolescenten gaat vragen, ja, heb je vragen? Nee, Michelle, ik heb geen vragen. Dus dat is wel een heel handig middel, heel simpel, maar het werkt wel. Ik ga dus eigenlijk naar de kindercardiologie om ze daar al kennis te maken en hun te gaan voorbereiden. Dus de eerste keer maak ik kennis en dan introduceer ik ze over van hoe gaat het verder traject eruit zien. En de tweede keer als ik ze zie, en dan gaan ze die consultatie voorbereiden, maar dan ga ik ze ook een deeltje van de consultatie eventjes alleen uitnodigen. Dan liggen vooral de ouders bijna onder tafel, van oei, oei, oei. Want het is soms voor de ouders nog moeilijker dan voor de jongeren om hun kind los te laten, wat ook heel begrijpelijk is. Maar dat is ook een ideaal moment om zo'n beetje de meer verboden topics te gaan bespreken. En dan gaan we ook samen kijken van hoe voel je daarbij? Voel je voel je klaar voor de overgang? We kijken echt stap voor stap, fase per fase van ben je klaar of niet? En alle jongeren worden dan, als ze er klaar voor zijn en als ook de ouders, de kindercardioloog, als we samen tot een compromis zijn gekomen, ze zijn klaar voor de overgang, dan is het die gezamenlijke transferconsultatie. En dan stopt het zeker niet. En dan ga ik nog een paar jaar verder ook oefenen met die zelfstandige communicatie en het actiever worden in de consultatieruimte. En vervolgens na een paar jaar bekijken of we het project kunnen afsluiten. Dus als verpleegkundig specialist heb je toch wel heel wat toegevoegd, hè, aan het bestaande? Absoluut. Ik heb het een beetje uit de grond gestampt, om het zo maar te zeggen. Er was toen heel weinig, hè, ook geen bijscholingen of zo, die nu wel al een beetje komen, zeker denk ik binnen de komen oncologie. Komen er straks op terug, Sorry. Het was ook een beetje training on the job.
proberen en leren. En soms ook wel denken van, oh, wat heb ik nu weer gedaan? Maar daar leer je van, reflecteren, om zo tot een ideaal parcours te komen. Oké, Veerle, hoe doe jij het praktisch met de AJA's en hun omgeving? Bij ons is het eigenlijk zo, of bij mij is het eigenlijk zo, als er ofwel vanuit de AJA zelf, of vanuit bij een naaste, of vanuit het behandelend team een vraag komt, dan ga ik altijd in eerste instantie bij de AJA langsgaan. Wij hebben vanuit het AJA-team is er een gesprekstool ontwikkeld, het AJA-kompas. Ik heb er eigenlijk mee. Ik ga hier straks wel een keer voor aanleggen om te bekijken voor de mensen die willen. Dat is eigenlijk een gesprekstool die helpt voor de AJA om eigenlijk uit te maken, eerst al voor zichzelf, waar ben ik mee bezig, maar ook om duidelijk te maken aan de zorgverlener, van ik ben daarmee bezig en ik loop hier eigenlijk tegen een muur aan en ik heb eigenlijk echt wel hulp nodig op een bepaald vlak. En door eigenlijk in gesprek te gaan aan de hand van de AJA-kompas, komen we eigenlijk tot de hulpvraag zelf of de meerdere hulpvragen. En dan soms, heel soms is dat iets heel klein en praktisch dat ik op dat moment kan oplossen of naar de juiste persoon doorverwijzen. Maar meestal, ik moet eraan denken, ook de casus die jij aangaf, meestal is het echt een en-en verhaal. Is het inderdaad en in de relatie of en op school en eigenlijk in het sociale veld op verschillende domeinen bedoel ik. En dan, we hebben een AJA-MDO dat we maandelijks doen en dan eigenlijk gaan we dan die casus bespreken op het AJA-MDO, omdat we dan vanuit de verschillende disciplines met alle betrokken zorgverleners kunnen kijken van wat is nu eigenlijk de beste aanpak en wie van welke zorgverleners neemt wat op. En dus niet dat ik persoonlijk als verpleegkundige net, en niet zoals jij, dan het hele termijn met die AJA mee op pad blijft. Het is dan eerder dat wij aan het behandelend team een advies gaan geven van dat is wat wij denken vanuit het AJA-MDO en uit het AJA-team, wat de beste aanpak is. En dan geven wij advies via het AJA-verslag dat we binnen de IPD. Zeg, beste coördinatoren, Nathalie en Karsten, hebben jij niet de oplossing? Moet je niet investeren in dergelijke functies? Als ik dit hoor, dat is hetgeen, hoe brengen jullie dat naar het beleid? Er is ondertussen, denk ik, in de literatuur al heel veel beschikbaar rond AJA-zorg en transitiezorg. Mm-hmm. Het enige probleem is, we krijgen het heel moeilijk geïmplementeerd. In Nederland hebben ze een perfect voorbeeld, wat dat ze ontwikkeld hebben op het Nederlands systeem zelfs. En daar ook zien we dat het heel moeilijk geïmplementeerd raakt om eigenlijk transitiezorg en AJA-zorg gewoon te creëren. En het belangrijkste wat dat we nodig hebben, zijn mensen die daarvoor geëngageerd zijn en die echt mee de jongeren willen begeleiden, zoals Michelle en Veerle, die echt gewoon ermee willen bezig zijn. En zolang dat we die personen niet hebben... En mee kunnen bezig zijn. Zolang dat we die personen niet hebben, blijft het heel theoretisch en kunnen we die zorg ook niet bieden aan onze patiënten, denk ik. Want Michelle, hoeveel tijd ben je daarmee bezig? Zeker niet fulltime, maar ik zou er wel meer mee bezig willen zijn. Want ik heb nog heel veel andere verantwoordelijkheden. Een percentage? Dat is mijn golven, maar misschien 1 dag in de week. Ja. En gemiddeld? Jij werkt 50%. Werkt 50%. Ja, we hebben 60%. U zet hen. Maar ik zou er nog veel meer mee bezig kunnen zijn. Ja. Ja. Maar je moet grenzen stellen omdat je nog een ander pakket erbij hebt. Mag ik 1 ding daarover zeggen misschien? Ik denk ook een reden dat er misschien nog te weinig middelen voor worden vrijgemaakt is, omdat er nog wel weinig bewijs is van dergelijke programma's. Mm-hmm. Of ze al dan niet werken. Op patient-related outcomes, maar ook kosteneffectiviteit. En ik denk dat daar de managers ook op zitten te wachten. Waar halen we winst, economisch, maar ook gezondheidswinst bijvoorbeeld. Maar daar maak je werk van. Ik ben ermee bezig, ja. Okay. Dat is goed. Ik kom eventjes bij jou terug, Veerle, want je zegt van ik geef heel veel adviezen aan het team. Zijn onze verpleegkundigen vandaag klaar om goede
AYA-zorg te bieden? Ik denk dat de wil is er zeker al. Want als je kijkt wat er in de afgelopen jaren eigenlijk aan awareness, bewustwording gebeurd is. Dus er is bij de verpleegkundigen wel al een wil en het inzicht in de nood van AYA-zorg. Maar er is meer nodig dan enkel de wil. Dus wij zetten vanuit het AYA-team ook wel echt in op blijven vorming rond niet alleen wat zijn AYA's en wat hebben ze nodig. Dat is enerzijds de specifieke AYA-thema's gaan aanreiken, maar ook heel concreet tools gaan aanreiken, zoals de AYA-kompas. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de AYA-kaart. Dat is eigenlijk een handleiding voor zorgverleners van met wat je eigenlijk praktisch aan de slag kan als je als verpleegkundige een AYA onder je zorg, onder je hoede ging zijn. Zeg je dat zo? Maar, als je een AYA onder je zorg krijgt, wat dat eigenlijk wat dan de zaken zijn waar dat je kunt opletten, waar dat je, gelijk dat we zeggen, de AYA-bril opzetten, dan wordt daar mooi in opgelijst. Er wordt ook verwezen naar onze tools die we hebben, zoals de AYA Goodie Bag. En dan heel concreet ook gaan zeggen van kijk, er is een AYA-team voor advies. Op die momenten kan je op ons beroep doen, bestaat een AYA-MDO. Dus heel concreet eigenlijk tijd gaan maken om de verpleegkundigen niet alleen awareness, maar ook de mogelijkheid te geven om bij te leren rond dat thema. Dus ik hoor vooral ook opleiding, maar tools. Ja. En dat is waarschijnlijk ook waar dat jij een stukje mee bezig geweest bent, Nathalie, met zo zaken ontwikkelen. En ja, klopt. Binnen oncologie, want uiteindelijk zijn we de laatste jaren vooral bezig geweest met AYA-zorg ontwikkelen en opzetten in die oncologische context. We hebben daar eigenlijk de kans toe gehad door financiering van Kom op tegen kanker, die eigenlijk al geruime tijd telkens onze projecten heeft gefinancierd. Nu, dat heeft er wel toe bijgedragen dat we eigenlijk wel de combinatie hebben kunnen maken van enerzijds het onderzoek vanuit de beleving van patiënten en naasten zelf, maar dat we ook kunnen een vertaalslag maken hebben van wat betekent dat nu als je met die ervaringen en noden aan de slag wil in de zorg. Welke tools kun je dan inderdaad gaan ontwikkelen? Welke opleiding kun je gaan voorzien? En dat is iets waarvan dat we eigenlijk zien van AYA-zorg is nu op die manier ook een stukje mee aan het varen, ga ik maar zeggen, op wat er op internationaal al een stukje grote vooruitgang is geboekt. Want binnen de oncologie heb je wel al een bepaalde stroming, ga ik maar zeggen, binnen AYA-zorg. Landen zoals Verenigd Koninkrijk en Amerika zijn ook wel echt al een geruime tijd daarmee bezig. Maar we zien, en daar zijn we uiteraard heel blij om, dat het ook hier meer en meer bekendheid krijgt. Het laatste project dat we nu hebben uitgevoerd, of dat we nu aan het finaliseren zijn, is een transmuraal project, waarbij dat we in de regio Gent samen met de ziekenhuizen Jan Palfijn, Sint Lucas en Maria Middelares eigenlijk een zorgpad voor AYA's hebben ontwikkeld en geëvalueerd. En daarin waren ook heel specifieke sleutelinterventies die zowel voor zorgverleners, welke handvaten kun je aangereikt krijgen, als concrete zorg voor AYA's zelf. En dat is ook opgepikt. Op die manier hebben we ook al een stukje mee kunnen werken aan het beleid daarop. We hebben het bezoek gehad van de eurocommissaris aan het UZ Gent, die het project heeft bezocht. Een korte tijd daarna is ook minister Van den Broeke op de voorgrond gekomen. Dat hij ook wil investeren in AYA-zorgteams. Dus wel binnen die oncologische context. Maar ik geloof wel dat heel wat van die initiatieven die we kunnen ontwikkelen voor AYA's, dat we die echt ook wel ziekenhuisbreed kunnen uitrollen. Kom daar straks op terug. Eventjes terug naar jou, Michelle, als je het allemaal hoort. En jij hebt 20%. Ja. Ik ben heel blij dat Nathalie is aangesteld voor AYA breed. Want dat, ja, en ook wat Veerle allemaal vertelt. Ja, ik zou daar dolgraag ook nog meer tijd in willen investeren. Omdat ik voel dat de nood eraan is ook. Bijvoorbeeld gisteren met die patiënten waar ik het net over had. Ja, ik zit daar, maar ik moet weer door naar de volgende patiënt. En ja, dat knaagt soms wel, ja. Ja, dank inderdaad. Veel zaken die jullie ontwikkeld hebben, kunnen echt wel
heel gemakkelijk getransfereerd worden met een aantal kleine aanpassingen, denk ik, naar de andere disciplines. Hè. Karsten, hoe zie jij dat? Met verschil dat die tools inderdaad er zijn, maar dat niemand ze kan uitvoeren. We zijn heel blij dat Michel er is op de cardio, maar laat ons ook heel duidelijk zijn, Michel is ook de enige die er op deze moment mee bezig is. Toch voor 20% of 30%. Als ik kijk naar de nefrologie, dat zijn heel veel patiënten die jaarlijks ook die overstap maken. Die komen van een conventie waarin dat ze inzitten tot hun 19 jaar. En als ze 19 jaar zijn, stopt die conventie, hebben ze geen recht meer op een psycholoog, geen recht meer op een sociaal werker. Dan zijn ze daar ineens met een volwassen nefroloog die normaal gezien 60, 70 jaar behandeld aan de dialyse. En trekt uw plan maar. En dan die tools kunnen ontwikkeld worden en die zijn er wel, maar als er niemand is om die tools te gebruiken, dan zijn we daar ook niks mee. Ja, ja. Terechte opmerking, denk ik. Je bent nu ziekenhuisbreed. Hoe zie je dat nu in de toekomst? Ik zie dat positief, uiteraard. ik denk dat we inderdaad, we hebben het al vermeld, we hebben enerzijds die awareness, die AYA-bril opzetten. Ik denk dat we echt wel een stukje moeten afstappen van hoe dat de zorg tot nu toe ook steeds is opgebouwd. We hebben pediatrie, we hebben volwassenenzorg. Vanuit dat gedachtegoed is ook alles georganiseerd. Ik denk dat het vooral ook onze taak is om daar een stuk aandacht te geven van nee, er is inderdaad nog een tussengroep waarbij dat leeftijdsspecifieke gewoon eigenlijk nummer 1 staat. Dus los van de pathologie of de aandoening zijn die thema's zoals inderdaad gezinsplanning of je wegvinden in het leven, dat is voor alle jongeren eigenlijk hetzelfde. Het heeft uiteraard een andere impact als je diabetes hebt of een kanker. Maar niettemin kunnen patiënten elkaar daarin vinden, kunnen zorgverleners ook echt wel daar mensen in ondersteunen. Dus ik geloof wel dat er ziekenhuisbrede initiatieven kunnen uitgerold worden, zoals zo'n MDO, waarin dat je dan echt met een team aan de slag kunt gaan bij een heel complexe situatie, waarin dat je contacten kunt leggen met de eerste lijn, echt wel grotere overlegmomenten kan inplannen. Maar inderdaad, zo'n AYA-kompas of andere tools om echt te gaan detecteren waar ben je nu mee bezig en waar kunnen we je ook op voorbereiden naar de nazorg toe. Want daar vind ik eigenlijk nog een van de meest belangrijke aspecten binnen AYA-zorg is dat zijn over het algemeen patiënten die nog nooit eerder in contact zijn gekomen met de zorg. Maar het is wel een belangrijke groep om hen toch ook wel voldoende te empoweren om daar inderdaad ook een stuk eigen regie op te nemen in het traject. Want gelukkig zijn er veel aandoeningen die te behandelen vallen. Maar dat betekent ook vaak chronische aandoeningen worden, lange termijn effecten. We willen ook wel dat die groep voldoende inzicht heeft van wat kan ik zelf in handen nemen. Maar ze moeten ook kunnen de weg terugvinden naar het ziekenhuis, ook op later momenten in het leven. Dus ik denk dat daar ook een belangrijke taak voor zorgverleners in ligt om niet enkel de acute behandeling, maar echt de voorbereiding op het verder leven. En dat is ziekenhuisbreed, denk ik, van belang. Dat is ook, denk ik, als ik daar mag op aanvullen, dat is ook wel echt het unieke van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Naar mijn weten bestaat het niet, een ziekenhuisbrede aanpak in AYA-zorg en transitiezorg. Je hebt wel transitiecoördinatoren. En in de literatuur worden die dan beschreven als dan bijvoorbeeld Michelle. Maar echt een ziekenhuisbrede aanpak over alle disciplines heen bestaat gewoon volgens mij nog niet nergens in de wereld, naar mijn weten. Nee. En daarin kunnen wij echt de voortrekker zijn om te kijken van kunnen we dat ziekenhuisbreed toepassen? En als dat zo is, dan hebben we bij wijze van spreken de lotto gewonnen met het ziekenhuis. Ja. Ja, want ik denk ook, om daar ook op aan te vullen, we hebben een campus waar je een kinderkliniek hebt en die volwassenafdelingen. Dus er is ontzettend veel expertise in het UZ, ervaring. Ik denk dat het ook een kwestie is van dat op een goede manier te kunnen in kaart brengen, al die kennis ook kunnen delen en zien wat werkt er. Dat is ook het fijne dat je kunt dingen uitproberen, of dat nu een project is of iets anders, en dat we op die manier eigenlijk wel verder zaken kunnen breder uitrollen. Maar ik denk dat dat inderdaad ook wel fijn is, dat directie van UZ Gent wel investeert inderdaad in die coördinatorenfuncties. Het is al een belangrijk signaal dat die directie ook geeft aan het ziekenhuis, van we vinden transitiezorg belangrijk, dat is een speerpunt van het ziekenhuis, en we willen daar ook een referentiecentrum in zien. Dat hoor ik jullie toch ook wel een stukje zeggen, Klopt. Ja.
We zijn ook bezig met nieuwbouw. Moeten we dan een AYA-vriendelijk ziekenhuis hebben? Moeten we in die nieuwbouwwerkgroepen ons ding daar zeggen? Hoe moet ik dat zien? Ik zou uiteraard zeggen van wel. Ik denk, dat is ook aangetoond in literatuur, maar ook in andere buurlanden zie je wel van, dat er aangepaste accommodatie wordt. Is dat naast het kinderziekenhuis een AYA-kliniek? Hoe moet ik dat zien? Ja, hoe dat dan, of dat dat echt een aparte kliniek moest zijn, daar heb je natuurlijk ook wel heel wat andere zaken die moeten mee in rekening gebracht worden in de behandeling. En uiteraard, ik denk niet dat we noodzakelijk per se ons moeten richten op die blok waarin dat alle AYA's zouden kunnen behandeld worden. Ik denk dat het meer inderdaad een visie is, een AYA-vriendelijk ziekenhuis, maar dat je wel erop kunt toezien dat elke afdeling bijvoorbeeld of elke dienst aangepaste accommodatie dichtbij heeft. We hebben de jongerenruimte op medische oncologie, we hebben ook al aangepaste kamers op hematologie, maar ik denk wel dat het belangrijk is om zeker voor jongeren aandacht te hebben. Sommigen zijn ontzettend lang ook opgenomen in het ziekenhuis. En we weten dat die leefwereld zo van belang is, eigenlijk in de algemene ontwikkeling ook van jongeren. We moeten echt een stukje hun leefwereld ook een plaats geven in het ziekenhuis. Dus dat kan dan eigenlijk perfect zijn door accommodatie. We hebben inderdaad een voetbaltafel, mogelijkheid om films te kijken. Dat zijn dingen die het ook wel aangenaam maken, maar dat er ook als bezoek langskomt. Dat ook voor patiënten echt wel van belang is. Maar het zit hem ook in dingen zoals zorgen dat er wat meer privacy is voor jongeren. Als er inderdaad een partner op bezoek komt, dat we daar toch ook wel zien dat er daar nood is om wat ruimte te hebben en zo meer. Dus ook als coördinatoren bewaken jullie dat in het nieuwe plan erin zit? We hopen dat we daar veel inspraak in gaan kunnen hebben. Ja. Maar dat kan al vaak met heel kleine zaken. Hè. Ik weet nu, als je op een dysnefrologie ziet, zie je bij wijze van spreken een poster voor u waar dat er staat van je hebt osteoporose of heb je risico op osteoporose. Hier heb je loopkarken, zodanig dat je niet valt en dat je niks breekt. Als je al 18-jarige van de pediatrie komt waarin dat alles boomba is en je komt ineens naar ik heb een loopkarken nodig, want anders breek ik mijn heup. Dat is wel een heel groot verschil. En ik denk door gewoon leeftijdsspecifieke posters, informatie, zet daar dus nog een platenspeler met wat platen, door zoiets te voorzien, gaat dat al een veel jongere, vriendelijke omgeving creëren dan... Dus we hoeven die aparte AYA-kliniek niet. Je kunt wel heel veel met kleine dingen doen. En ik denk zeker voor patiënten, want het zijn die zaken dat ze ook vertellen. Wat ze fijn gevonden is inderdaad dat die mogelijkheid daar was om spelletjes te spelen of zo meer. Ik denk dat er een groot aanbod kan zijn van spullen dat je gewoon aan patiënten kunt geven tijdens het verblijf. Of dat nu gaat om tablets, waar erop kan gegamed worden bijvoorbeeld. Als andere spullen, denk dat het niet inderdaad al enkel in de infrastructuur aan zich hoeft te zitten. Michelle, op de cardio hopelijk ook een AYA-lounge? Daar droom ik dus ook over. Ja. Bijvoorbeeld nu ligt er een jongen opgenomen, 22 jaar, en hij ligt er alweer voor de vierde week. Hij wordt vandaag voor de tweede keer geopereerd, zal nog een paar weken antibiotica moeten krijgen en die ligt daar in een klein donker kamertje. En dan hoor ik jullie over al die mooie attributen, tafelvoetbal, films en zo. Ja, ik zou het ze ook heel graag willen geven. Maar... Tijd om het open te trekken dan. Veerle, kom nog eventjes terug bij jou. Is iedereen mee met het belang van AYA-zorg? Hoe ervaar jij dat? We hebben het al eventjes gehad over de verpleegkunde. Ja. Ik zou heel graag zeggen, ja, natuurlijk, iedereen is mee. Maar jammer genoeg, dat is mijn ervaring, jammer genoeg niet altijd of niet iedereen. Ik wil ook niet in een hokje stoppen als ik nu bepaalde dingen benoem. Het is ook niet iedereen dan altijd. Maar ik denk vanuit de artsen, op een café mag er veel gezegd worden. Ik vind het nog altijd moeilijk om toegang te vinden bij de artsen, of dat zij er voor openstaan. Ik denk dat zeker meespeelt dat zij eerder vanuit het medische vooral, vanuit het medische ooghoek eigenlijk kijken, terwijl dat we vanuit de AYA-zorg vooral dat psychosociale begeleiden zo belangrijk vinden. En dus dat vind ik niet altijd even makkelijk, maar het is een beetje ellebogenwerk, maar ik heb ook wel al gemerkt, als je dat ellebogenwerk wel wat durft uitvoeren
onbekend is om bij mensen te zijn. Dus is op het moment dat je toch wel kan toegang vinden en jezelf gaan voorstellen en de AYA-zorg gaan voorstellen en dat heel praktisch gaan duiden, dat het dan soms wel lukt. Ik denk dat ook... Het is heel mooi dat wij door Kom op tegen kanker projectmatig binnen de AYA-zorg een aantal dingen hebben kunnen ontwikkelen en kunnen uitproberen eigenlijk wel. Als iets niet lukt, kijken van zijn er andere methoden waar dat de noden beter mee kunnen opgelost worden of waar we toch meer hulp kunnen mee bieden. Het nadeel van iets als een project bij artsen lijkt mij dat soms zo, dat ze dat zoiets zien, dat is iets tijdelijk, en binnen 2 jaar weten dan. Dus die hechten daar precies toch iets minder belang aan. Dus vandaar dat het ook wel fijn is nu dat vanuit UZ naar de coördinatoren eigenlijk, zowel van AI als transitie, dat daarin bestendigd wordt, omdat daar dan een heel duidelijk signaal mee gegeven wordt dat daar belang aan gehecht wordt en dat het niet zomaar een project is. Iets anders dat ik ook wel ervaar is zo de communicatie, als ik het zo kan noemen binnen het UZ. Dat zit soms in heel kleine dingen, de huisstijl van het UZ. Dat is goed, dat we 1 huisstijl hebben en dat dat duidelijk is, maar net zoals de infrastructuur is dat eigenlijk ook niet zo niet zo gericht naar jongeren en jongvolwassenen. Dat is heel sec. Dus dat zou enerzijds die huisstijl toch wel iets zo fijn zijn. Een beetje jonger of de mogelijkheid om toch wat binnen de jongere groep wat aangepast te kunnen worden. Binnen de huisstijl dat er toch wat extra mogelijkheden zijn. Binnen de communicatie denk ik dan ook aan echt communicatie met de AYA's. Je wilt een eigen instapprofiel, natuurlijk. Ja, ik had die. Of die is er, maar die wordt binnenkort dus inderdaad verwijderd. Ik kan er wel in komen. Dus het beleid van het UZ is inderdaad van er mag maar 1 officieel kanaal zijn waarop, voor de sociale media bedoel ik dan, dat dan vanuit de sociale media dingen vanuit het UZ wordt gedeeld of vanuit verschillende groepen, of dat dan nu het AYA-team is of een of ander behandelend ander team. Dus die worden, dat mag eigenlijk niet. En ik begrijp, want iedereen kan zomaar beginnen met een Instagram-pagina openen en daar dingen vanuit het UZ gaan op posten. Langs de andere kant denk ik, dat is wel het communicatiekanaal om die AYA's te bereiken. Dus ik merk als ik op Instagram via dan persoonlijke berichten een poll open, dat daar heel veel reactie op komt. En dus wel jammer, nu, dienstcommunicatie denkt ook wel met ons mee, om van, kijk, als die pagina verwijderd wordt, wat kan wel? Dus er bestaan blijkbaar WhatsApp-verzendlijsten, dus we gaan op die manier, maar dat duurt. Mm. Een beetje het logge systeem. Dat is wel mooi dat je dat aanhaalt, want het is de awareness in alle lagen van de organisatie. Ja. Zit het wel een stukje, hè? Ja. Ze moeten ook gewoon allemaal mee, alle artsen en alle diensten. Ja. Ze hebben ook echt wel geen keus. Elke keer dat ik tegen een arts zeg die niet gemotiveerd is om een transitie te doen, van maar op de cardio doen ze het wel goed. Je moet soms ook gewoon heel... Je bespeelt het eigenlijk een beetje, hè? Ik wou zeggen, je moet ze allemaal een beetje manipuleren, maar ik wil het ook niet zo gezegd hebben. Maar ze moeten ook echt wel gewoon mee, alle diensten. Ze kunnen niet achterblijven als heel het ziekenhuis zegt van we willen investeren in AYA-zorg en in transitiezorg. Ja. Ik kan niet 1 dienst zeggen, we willen niet. Vandaar dat beleid, dat inderdaad belangrijk is. Ja. Nathalie, je zei daarnet, je hebt wel al minister Van den Broeke binnengehaald. Over de vloer gehad. De Europese commissaris. En wat hangt dan daaraan vast? Gaat het beleid iets doen daarvoor? Wel, minister Van den Broeke heeft dus inderdaad wel aangekondigd dat er inderdaad middelen zullen vrijgesteld worden voor de bouw van referentiecentra. Dus eigenlijk 6 Vlaamse referentiecentra voor AYA onkozorg. Voor de en dan de uitbouw. Alleen de onco of de bouw? De uitbouw, ja. Alleen onco of... Wel, het is voorlopig is het vooral vanuit onco uiteraard dat de uitspraken zijn gedaan. Maar eigenlijk, hij heeft al aangegeven dat er AYA-zorgteams zullen gefinancierd worden. Die bestaan uit een AYA-coach, een psycholoog en een sociaal werker. Maar eigenlijk naar de concrete invulling van het team en zo meer, dat moet daar eigenlijk nu nog inhoudelijk, dat moet nog besproken worden. Nu, ik vind het al een mooie
aanzet natuurlijk dat het voor de oncologische groep is, omdat je daar wel een groot aandeel hebt aan AIS. Maar het is ook opnieuw wel, denk ik, een manier om aan te tonen als je zo'n AIA-team hebt en je kunt toch ook wel meer ziekenhuisbreed zaken gaan doen, dat je daar op die manier ook weer het beleid mee kan beïnvloeden. Uiteindelijk is het nu ook zo, ja, een stuk het is lopen. Toch zonde dat zeker. Zeker. Als je alle chronische jongeren samen, is het ook een grote groep. Dus het is heel jammer dat ze dan weer achter... Dat heeft natuurlijk ook te maken met het lobbywerk die dan door Kom op tegen kanker daarvoor is gebeurd. Hè. Maar ik geloof ook wel zo'n beetje in dat sneeuwbaleffect uiteindelijk. Als je kunt aantonen dat iets werkt en dat het ook van waarde kan zijn voor anderen. En je kunt je project of je team, hè, de meerwaarde daarvan bewijzen aan de hand van cijfers of inkomsten of dergelijke. Over dan heb je jaar. Wel. natuurlijk als je inzet op 6 centra. Maar ja, uiteraard. Hè, ik denk, het is allemaal een beetje... We willen het allemaal dus we hopen allemaal op jou dat jij de kar breed gaat. Karsten, ben jij ook politiek aan het bespelen op dat vlak? Beleid? Op dit moment wel. We hebben funding gekregen voor een workshop te organiseren rond transitie in Gent in maart, waarbij dat er verschillende Europese referentiegemeenschappen gaan aan deelnemen. En we willen eigenlijk naar buiten treden als een ziekenhuisbrede organisatie eigenlijk, of transitieorganisatie. En we willen kijken of we dat misschien binnen Europa ook kunnen doen. Op dit moment zijn er heel veel ERN's die bezig zijn ook binnen met transitie. En we gaan proberen al die vertegenwoordigers samen te brengen om te kijken, kunnen we iets Europees op poten zetten eigenlijk rond het transitiegebeuren. En Michel gaat daar ook een heel grote rol in spelen tijdens die workshop. En dat is wel iets waar we echt wel naar buiten kunnen treden. Zo hebben we ook al bevestiging gekregen dat een coördinator van zeldzame ziektes zal deelnemen. Er zal iemand deelnemen van TRISIF. Dus er zijn ook echt wel politieke stappen die ondernomen worden. Om ze toch... Dus ik hoor veel, hè. Het is op dienstniveau werken, maar ook organisatieniveau, nationale politiek en Europees zijn jullie bezig. Heel mooi. Goed, ik denk dat we hier kunnen afronden. We gaan jullie een korte pauze gunnen, dus dank gerust bij. Ik denk dat we heel veel gehoord hebben. Ik hoop dat er een aantal vragen klaar zitten. En daar komen we graag straks op terug in het debat. Klaar voor het tweede deel. We hebben heel veel gehoord daarnet van de experten hier op de sofa. Hopelijk heeft dat jullie aangezet om een aantal ideeën zelf te hebben rond transitiezorg, AIA-zorg. Of misschien ook wel een aantal kritische vragen. Mag ik de eerste kritische vraag? Vragen in het publiek. Professor Everaert. Ik wil gerust al iets zeggen rond dat leeftijdsspecifieke. Dat klopt inderdaad, dat je met een heel grote groep zit. En dat er daar een enorme diversiteit in zit. Hè. Ik denk dat we afhankelijk van wat we willen doen of welk aanbod dat we moeten kunnen brengen aan een persoon, hè, dat je inderdaad met subgroepen kunt werken. Hè, naar leeftijdsfase, hè, de jongere AIA's of de oudere AIA's. Maar ik geloof toch ook wel dat het een beetje afhankelijk is van de nood die zich stelt. Want het is nu eenmaal zo dat iemand... Je hebt een 30-jarige die nog aan het studeren is. En je hebt een 30-jarige die al 2 of 3 kinderen zelf heeft en ondertussen al 12 jaar aan het werk is, bijvoorbeeld. Dus er is ook een enorme groot onderscheid in die AIA-populatie. Dus ik denk het leeftijdsspecifieke, die thema's zijn gewoon van belang gedurende heel die levensfase. Maar dan gaat het er vooral om, denk ik, om echt gewoon ook een stuk individueel op maat van de patiënt te kunnen werken. Maar het klopt wel als je echt wil gaan naar financiering of onderzoek, dat je wel echt een stukje moet met een afgeleide groep kunnen werken, met subgroepen kunt werken om dingen te kunnen gaan aantonen. En heb je daar een idee over dan? Want ik denk dat dat misschien ook een beetje het antwoord is dat hij wil horen. Goh, ja, ik vind als je uiteindelijk... Als je kijkt binnen de literatuur rond de AIA's en de oncologie, vind je daar eigenlijk enorm veel opiniestukken rond. Van, wat is nu de leeftijd om dat te gaan afbakenen? Het is heel duidelijk dat het vanaf 16 zo is. Dat eigenlijk zo de start is. Omdat dan echt wel het onderscheid... Dan begint de puberteit. Dus dan geen kind niet meer. Maar waar is die bovengrens? Wanneer is men echt... jongvolwassen, wanneer is men volwassen? Je hebt de westerse wereld, maar dan heb je natuurlijk ook de derde wereld, waar dat er heel andere economische realiteiten stellen. Dus
om echt op zoek te gaan naar een soort internationaal uniforme afbakening is niet evident, maar is wel, geef ik u volledig gelijk, ook wel nodig om ergens dezelfde taal en dezelfde terminologie te kunnen hanteren. Hè. Michelle, wil je daar? Om even in te gaan op van dat de groep heel ruim is. Wij organiseren jaarlijks, we noemen het de Young Adult Avond. Een beetje naar analogie van wat er allemaal binnen de oncologie gebeurt. En we hebben dat de eerste twee keer vrij afgebakend gedaan van 18 tot 25. We organiseren ook adolescentendagen, dat is van 12 tot 18. Voor de afgelopen jaar, dat was van de zomer in Gazon. Dat was heel leuk. Maar we zaten te brainstormen van, gaan we het zo afgebakend houden of gaan we het een keer wat breder trekken? We waren een beetje bang van, inderdaad, er gaan grote verschillen zijn tussen een 18-jarige die net van de middelbare school komt, die gaat studeren, en iemand van 30. Maar uiteindelijk was het een super toffe avond, waarbij ook juist de jongsten die aanwezig waren, echt gingen luisteren naar de ouderen. En het was een hele leuke interactie daardoor. Dus kan ook juist een meerwaarde zijn om verschillende leeftijdscategorieën naast elkaar te zetten. Ja. En misschien ook nog even om in te gaan leeftijden rondom transitie. Wat er vanuit de literatuur eigenlijk geadviseerd wordt, is om wel op een vaste leeftijd te beginnen met transitie. Ja, rond de 13 jaar ongeveer. Waarom? Omdat het anders vaak ook vergeten wordt en uitgesteld wordt. En als je in de praktijk, als iedereen die leeftijd aanhoudt, dan wordt het niet vergeten. Maar daarna kan je echt op tempo van de jongeren gaan werken van, wanneer is hij klaar ervoor? Dus echt de transfer, de overgang en het afronden van de transitie, daar mag je geen leeftijd op plakken. Maar er wordt wel geadviseerd om echt op een vast moment te beginnen. Bij ons is dat 13, 14 jaar. Het kan zijn dat dat misschien binnen de nefrologie iets later is, omdat je dan met die conventie zit. Ze gaan ook weer later overstappen. Maar het wordt geadviseerd om daar een regelmaat wel in te houden. Ik denk dat die leeftijdsgrenzen ook wel afhangen van de patiënt dat je voor u hebt. Ik denk aan iemand met diabetes type 1 die insuline moet spuiten. Hoe vroeger dat je daarmee kunt beginnen om die de verantwoordelijkheid te geven van kijk, je gaat zelf u moeten meten, je gaat zelf uw insuline moeten spuiten. Hoe beter dat uiteindelijk ook is voor de patiënt. Daarmee kunnen we al eigenlijk die transitie starten als die patiënt dat kan op 9-jarige leeftijd of 10-jarige leeftijd en die begrijpt dat, dan starten we gewoon al op 9 of op 10-jarige leeftijd. Maar zoals Michelle ook wel zegt, we moeten ervoor zorgen dat er op een bepaald moment gestart wordt. Want als er niet gestart wordt voor 16, 17 jaar en uw patiënt wordt ineens opgenomen met nefrotisch syndroom en het is van, je bent juist 18 geworden, het gaat niet meer op de pediatrie. We gaan je op de volwassenafdeling steken, waarbij dat je patiënt niemand kent van het behandelend team. Dan zit je met de problemen. Terwijl als je al vroeg start, kun je daar wel op anticiperen en die transfer maken in een relatief medisch stabiele periode, dat het allemaal wel goed georganiseerd verloopt. Ja. Dus over uw eerste vraag is er al nagedacht. Maar we hebben nog een tweede vraag. Transitie, een andere terminologie hoor ik als tweede vraag. Niet voor de menopausale vrouwen, de transitie, maar iets anders. De definitie van transitie volgens de Webster woordenboek, want ik heb het zelf ooit een keer opgezocht, is een overgang van één levensfase naar een andere levensfase. Dat kan dus alles zijn in heel de wereld, van de neonatologie naar de pediatrie, van hospitalisatie naar huis, van de geriatrie naar een serviceflat en zo verder. Als we spreken over healthcare transition, hoe dat gebruikt wordt in de literatuur, spreken we wel altijd over de transitie van pediatrie naar de volwassen dienst. Dus daar is er wel heel veel duidelijkheid over. Daarnaast ben ik wel volledig akkoord dat transitie, het begrip transitie is echt heel breed. Ja, twee keer niks eigenlijk. Ja. Want ik heb in PubMed zo'n dat ik elke maand mails krijg van nieuwe artikelen. En ik heb het moeten aanpassen, omdat dat de laatste jaren echt enorm ook op de andere transities aan de publicaties daaromtrent ook van rond in de geriatrie en et cetera. Het klopt inderdaad wel dat het een heel breed begrip is en dat we wel specifiek moeten zijn als we over een bepaald topic praten. Ja.
Dus vooral ook herkenning. Ja. Daar werk aan de winkel is. Maar als referentiecentrum ga je dat oplossen. Uiteraard. Ja. Nog een vraag. Anne. Dus we hebben al een awareness bij de zorgmanager. Die zit de belangen al te verdedigen. Nog een aanvulling van jullie kant uit daarop? Als die awareness er is, dan stopt onze job zeker. Nee. Ik denk nee, dan. Om kenbaar te maken waar dat alles, waar dat er de best practices al zijn. Hè? Ja. Nog een vraag? Johan? Mm-hmm. Ja, dus ik ga het eventjes herhalen. Hè. De vraag: wat met peer-to-peer support? Hoe maken we dat concreet in een ziekenhuisomgeving? Of misschien net niet in een ziekenhuisomgeving? Wat gebeurt er al rond? Binnen het Aya Kerat Gent, dat project dat nu op zijn einde loopt, hebben we dat inderdaad ook getest. Hè. We hebben support voor Aya-sessies georganiseerd. We hebben er eigenlijk bewust voor gekozen om die niet in het ziekenhuis te organiseren. Net om jongeren die misschien een drempel ervaren om toch weer opnieuw naar het ziekenhuis terug te keren, om eigenlijk in een meer neutrale omgeving in contact te kunnen komen met lotgenoten. En dat heeft eigenlijk echt wel, dat wordt heel positief bevonden. Het is niet altijd makkelijk om die groep te bereiken. Dan heeft dan weer een stukje te maken met hoe bereik je die via Instagram of sociale media. Maar het is iets waar we zeker willen verder zetten, waar dat we in het Maginehuis echt een belangrijke partner gevonden hebben. Maar opnieuw, ik denk dat het diezelfde sessies even goed kunnen georganiseerd worden, buiten de onco, omdat het echt de mogelijkheid biedt om te werken rond thema's. Bij ons waren dan bijvoorbeeld intimiteit en seksualiteit, daar werd dan een infoavond rond georganiseerd. Maar dat kan even goed zijn, angst voor herval of omgaan met lange termijn gevolgen. Maar we koppelden daar ook sessies aan die eigenlijk gewoon puur gericht zijn op ontspanning en het echt ontmoeten van lotgenoten. En ik denk dat we ook hier in het ziekenhuis zelf ook eigenlijk wel momenten kunnen voorzien waarop dat lotgenoten elkaar zouden kunnen ontmoeten. Hopelijk ook wel met de mogelijkheid te bouwen van het nieuwe ziekenhuis bijvoorbeeld, kan me inbeelden als er rond de polis, ik zeg nu maar iets, ergens een ruimte kan worden voorzien waar dat jongeren zich al informeel kunnen ontmoeten, terwijl dat ze aan het wachten zijn op consultatie bijvoorbeeld, dat kan ook al een belangrijk aanspreekpunt zijn. Hè. Dat kan ook al gelegenheid creëren. Dus ik denk dat we daar zeker moeten op inzetten. Hè. Want de zorg mag nog zo goed georganiseerd worden. Vaak heeft eigenlijk dan nog het meeste effect. Hè. De erkenning voelen door iemand die eigenlijk hetzelfde meemaakt. Dus vind ik wel echt een belangrijk iets om op in te zetten. Ja, we merken dat nu ook met de jongerenruimte die er is. Op medische onco zowel lotgenotencontact, in de zin als ze weten van de verpleging dat er nog een andere Aya aanwezig is. En er is bijvoorbeeld nu met WK, er is een groot scherm, dat ze daar met 2-3 jongeren dan samen naar het WK kijken, is gewoon veel leuker dan op uw kamer alleen naast een 72-jarige. Ook om in die jongerenruimte kunnen ook, als er bezoek komt, want het is niet alleen lotgenotencontact, maar inderdaad ook peer-to-peer, met de vriendengroep van thuis. Als Liefje een keer komt, of als, ik spreek dan voor de jongeren, als Liefje een keer komt, maar, of als de partner komt, maar ook als gewoon twee vrienden van school eens langskomen, is het gewoon veel fijner om die mee te kunnen nemen naar de jongerenruimte, daar samen een pizza te eten in plaats van in die kleine kamer met gordijntje tussen de twee patiënten. Dus we merken nu al, die jongerenruimte, dat heeft door de COVID heel lang niet mogen gebruikt worden, maar nu dat echt zijn ingang wel gevonden heeft en dat wel echt aanslaat. Ja. En jij gaat naar het gazon? Ik ga naar het gazon met de jongeren. Ja. Dat is super toffe omgeving. Dus misschien kunnen we een keer iets daar. Ja, en dan krijg je altijd wel hele positieve mailtjes de maandag daarna. En dat doet wel heel veel deugd. Ja. Oké. Ik hoop dat dat een antwoord was, Johan, op uw vraag. Nog iemand een vraag? Ja. Het ligt er denk ik ook aan welke hogeschool je naartoe bent gegaan. Maar ik geef al jaarlijks les. Maar dat is trouwens voor de pediatrie, denk ik. Voor het postgraduaat.
Dus inderdaad, in de basisopleiding zal het misschien inderdaad nog moeten worden ingevoegd. Goeie. Ja. En dat is ook wat ik wel gemist heb. Ja. Dat zit zelfs in het curriculum van de artsen. Dus studenten die geneeskunde studeren, die zien niets van AYA of transitiezorg. We hebben nu dit jaar in Studium Generale een eerste sessie gehouden met patiëntencontact, waarbij dat er zowel een ouderpaar als de ouders van de patiënt dan als de patiënt in kwestie zijn komen spreken. En dat was uiteindelijk in auditorium D. Heel het auditorium zat vol. Ik denk dat er makkelijk 500 man aanwezig was van geneeskundestudenten. En de enige vraag die wij meerdere malen gekregen hebben, is van waarom zien wij dat niet in ons curriculum? Waarom weten wij daar niks van? Dat is zo belangrijk. We zien hier een patiënt voor ons. En hoe komt dat wij daar gewoon niet in opgeleid worden? Die vraag is dan uiteindelijk ook wel doorgespeeld geweest naar de curriculummanager. En twee maanden later is het altijd wel status quo, maar we zijn er wel mee bezig om te proberen wel iets van... toch wel opleiding te geven in de standaard opleidingen. Ja. Want dat is ook heel goed voor die awareness naar de dokters toe, omdat het daar soms toch nog de meningen uiteen. Ja. Dat was trouwens echt wel heel uniek. Dat was een avond. Ik heb nu al een paar keer voor een vol auditorium gestaan. En altijd heb je wel geroezemoes, maar wanneer de patiënt in kwestie kwam spreken, die was 21 jaar, zwegen al die artsen voor een uur lang. Dat was... Ja. Maar dat is... Ja. Meestal het beste, hè? De patiënt laten. Dan voelde er is zoveel interesse ook om dat te doen. Ja, wat ik net bedoelde met de ellebogenwerk, dat werkt soms het best. Als je heel specifiek als ik voor mezelf in mijn werk spreek, is dat dan inderdaad een jongere met kanker. Als ik heel specifiek een jongere met kanker kan benoemen die zij kennen, dan is er aandacht. Omdat ze dat verhaal kennen en dat. Weten ze van, dat is een lange tocht geweest en er waren jonge kindjes bij. En dus het is het tastbaar maken voor artsen nog net iets meer dan voor verpleegkundigen. Ja. Notabene, ik denk wel dat het belangrijker is voor verpleegkundigen om opgeleid te worden in AYA en in transitiezorg. Want het zijn psychosociale onderwerpen en hoe dat gedraaid of keert, een arts heeft geen tijd voor psychosociale onderwerpen. Dus zijn de verpleegkundigen die echt wel, zowel in de AYA-zorg denk ik, als in transitiezorg, de meest belangrijke en centrale rol spelen. Dus als het ergens moet geïmplementeerd worden, is het in de opleiding van de verpleegkundigen. Ja. Ja. Dank u wel voor deze hele belangrijke opmerking. Ja. Nog mensen? Ja, Dirk. Ja, want ik kan me voorstellen, als iemand met IT en e-health kennis hoort, dat wij nog op papier met een kompas werken of met een praatblad. Ja. Wat denken jullie daarover? Het is ook wel een beetje of noodgedwongen en ook door de beperkte middelen die we hebben, dat we zo'n beetje amateuristisch misschien mailen en met papieren werken. Maar ja, dus ik ben wel geïnteresseerd om een keer rond de tafel te gaan zitten. Ja, maar bij jongeren verandert het ook continu hoe je ze kan bereiken. Hè? Eerst was het mail, dat is alweer uit de tijd. Apps werkt voor een stuk, maar ze veranderen ook om de havenklap van een telefoon. Dus het is moeilijk om het ideale medium te vinden om jongeren en jongvolwassenen te bereiken. Ja. En het is ook allemaal heel vluchtig. Maar ik hoor een believer in de zaal, dus we hebben super. IT al een stukje mee in het AYA-verhaal. Ja, maar als ik daar mag op inpikken, het AYA-kompas staat klaar om te gaan gebruiken. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat ingang zal vinden, hoe dat zal bevonden worden. Want in het project nu, in de aanloop van die digitalisering, hebben we inderdaad gevraagd aan jongeren, wat zou jullie voorkeur genieten? Het AYA-kompas op papier, op een app of op e-mail? Op papier werd bijna unaniem altijd aangeduid en af en toe op app. En dan ook wel wat jongeren die het aanduiden dat ze het via e-mail zouden invullen. We hebben ze ook bevraagd en eigenlijk, dat vond ik wel interessant, er waren jongeren die zeiden van kijk, dat gaat over psychosociale zaken, dat gaat over beleving. En dat is iets waar dat, als ik dat op papier zie, dat ik toch op een andere manier bij stilsta en over nadenk. Ik kan ook makkelijker terugkeren op mijn stappen. Terwijl als je iets digitaal doet, dan klik je eigenlijk van het een op het andere en gaat dat eigenlijk misschien een beetje te snel. Dus ik weet niet in hoeverre dat inderdaad... Ik ben heel benieuwd in hoeverre dat een digitaal vragenlijst eigenlijk volledig
tegemoetkomt aan dat ja, nadenken over die emotie en die beleving. Ik denk dat dat iets helemaal anders is dan als het gaat bijvoorbeeld over vermoeidheid of pijn, waarbij dat je misschien al sneller kunt zeggen van oké, dat is wat objectiever. Of scoren. Ja. Scoren, maar als het gaat over angst, ja, moet je daar waarschijnlijk wat meer over nadenken. Van, ja, voel ik inderdaad angst? En is dat dan wel angst of is dat eerder onzekerheid? Of, allee, ja, dat zijn emoties, hè. Dat is iets moeilijker misschien om voor jezelf in kaart te brengen. Maar ik ben heel benieuwd. Plan het maar alleen in uw agenda, Dirk. 4 mensen die bij u komen luisteren. Ja. Misschien moeten we Dirk uitnodigen op de transitie. Misschien wel. Ik ga morgen een mailtje van mij krijgen. Ja. Beeldjes. Ik denk ook wel, als ik daar nog op mag verder gaan, hè, dat er wel een verschil moet zijn tussen enerzijds een behandeling geven en anderzijds informatie aanreiken. Als je de literatuur bekijkt van de e-health, komt er altijd heel duidelijk in naar boven. Als het over een behandeling gaat, willen wij artsencontact, willen wij patiëntencontact, willen wij andere patiënten zien, willen wij erover kunnen praten en niet enkel via een app of een chatbot gaan beginnen mailen of chatten. Ik denk dat die informatie moet allemaal digitaal beschikbaar zijn, dat als je iets wilt weten over een psychosociaal onderwerp, dat je weet van oké, nu heb ik daar heel veel informatie over. Maar als het echt over een behandeling gaat, bijvoorbeeld, ik struggle met heel veel AYA-specifieke noden of transitiespecifieke noden, ga je nog altijd wel dat contact moeten hebben, omdat het juist over het psychosociale gaat en niet puur over iets medisch, administratief of informatief. Mm-hmm. En dat is wel een onderscheid dat we moeten maken tussen enerzijds het aanbieden en anderzijds toch nog altijd wel een behandeling voorschrijven of geven met een therapeut. Maar dat zijn twee werelden die elkaar kunnen ontmoeten. Zeker en vast. Nog een vraag. Dat spreekt echt over de twee entiteiten, pediatrie en volwassenzorg. En ik denk in de pediatrie, je ziet dat structureel al, wij zitten allemaal op hetzelfde niveau. Dat is op hetzelfde verdiep, dat is 3K12D. Alle disciplines op de pediatrie zitten samen op één verdiep. Dus die communiceren supergoed met elkaar, die praten met elkaar, die komen elkaar tegen in de gang. Iedereen kent iedereen, letterlijk. Elke arts kent elke arts van elke discipline. En dan komt op een volwassen afdeling en de nefrologie zit op 0K12. Ik weet niet waar, de cardio zit dan op 10e. En die communicatie loopt heel stroef, waardoor er ook geen coördinatie meer is. Als er dan een complexe patiënt is die een opvolging heeft in 4, 5 verschillende soorten disciplines, dan communiceren die artsen over pediatrie met elkaar en kunnen die zeggen van oké, maar we hebben wel een nefrologisch probleem, maar daardoor hebben we de pneumen die daar ook wel betrokken moeten worden. We gaan een keer samen zitten en we bespreken dat. Op de volwassen afdeling is die coördinatie er veel minder. Ik ga niet zeggen dat die er niet is, want in een conventie is die er wel, maar als er geen conventie is, is die er bijna gewoon niet. Waardoor dat disciplines allemaal afzonderlijk werken en dat er dus een gebrek is aan die coördinatie. En door die transitie te doen, kan men heel duidelijk stellen van die patiënt gaat voornamelijk behandeld worden door die arts en die neemt de verantwoordelijkheid op zodanig dat elke discipline betrokken geraakt en dat uw patiënt een holistische benadering krijgt of behandeling zoals dat ze het eigenlijk ook kregen op de pediatrie. En het is daar voornamelijk waar dat transitie op medisch vlak dan in kan helpen. Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag. Maar ik wil wel een klein beetje onze volwassen artsen verdedigen. Ja, want er wordt hier gezegd dat ze niet kunnen communiceren of niet goed communiceren. Het zijn er die heel goed kunnen communiceren. Ja. En ik denk dat ook soms misschien een stukje een vooroordeel is, ook vanuit de pediatrie, als er gekeken wordt naar de volwassenzorg. En andersom, hè, dan de volwassen dokters denken dan weer, de betuttelende pediaters. Maar het is zo belangrijk om gewoon rond de tafel te zitten en dat die vooroordelen ook weggeveegd worden. Een hele belangrijke toevoeging, Michel. Er moet wel gewoon duidelijkheid zijn. Iemand die een stoma heeft en een nefrologisch probleem en ondertussen nog eens respiratoire inefficiënt, die zien ze niet graag komen op de pneumo, want dan denken ze van, dat is een stoma-patiënt ook en we gaan die uiteindelijk ook veel meer andere zorg moeten bieden. Op de gastro zien ze hem niet komen, want het is een respiratoire inefficiënte patiënt. Dat willen we toch niet opnemen. Dus laten we hem dan maar gewoon steken op een algemene interne. Maar daar is geen plaats meer, want daar liggen alle covid-patiënten. En het is dat probleem ook dat er vaak is, dat er niemand die verantwoordelijkheid opneemt. En wanneer dat wel zo is, dan gebeurt er wel communicatie tussen de verschillende artsen en disciplines en is het gewoon heel duidelijk voor zowel de arts als voor de patiënt waar ze terecht kunnen. Maar er zijn inderdaad nu al artsen die coördinerende rol wel opnemen.
Zoals Michelle mij correct heeft gecorrigeerd. Ja. Oké. Okay. Nog een vraag of een bedenking rond dit thema? Ik denk dat het moet doorworteld worden door heel de organisatie. Ik denk dat je al een aantal belangrijke verpleegkundige functies van specialist, consulent, afdelingsverpleegkundige, en dat zijn dan de referentieverpleegkundigen. Denk dat het op alle niveaus moet worden doorworteld zijn. Nog iemand een aanvulling? Ja, vanuit de AIA-zorg werken wij dan wel terug onco-specifiek. Zijn wij altijd vragende partij voor elke betrokken afdeling, of dat een dagkliniek is of een hospitalisatieafdeling of een poli, dat daar referentieverpleegkundigen zijn. Want dat zijn niet alleen voor de collega-verpleegkundigen en de patiënten een makkelijk aanspreekpunt of een goed aanspreekpunt, maar is eigenlijk ook een ideale brug, omdat we vanuit omdat ik vanuit een halftijdse functie als consulente en ook zelf met z'n tweeën, een voltijdse en een halftijdse, kun je niet alle AIA's, als er bijvoorbeeld een initiatief is vanuit Kom op dat je wilt telen onder de AIA's, je kan die niet allemaal gaan bezoeken. Dus het is eigenlijk een referentieverpleegkundige AIA-zorg is eigenlijk een ideale brug tussen het AIA-team en de afdelingen zelf. Dus als je daarvoor kandidaat wil zijn. Dat is ook en altijd fijn voor die betrokken personen, als die dat niet alleen doen, ook als je met twee bent, om dat elkaar ook aan te vullen en te kijken van ik zorg eerder naar de AIA's toe en ik ben dan eerder contactpunt tussen het AIA-team en de afdeling. Dus, ik wil nog ook wel even aanvullen. Het is vanavond verpleegcafé en we hebben het nu over dat alle verpleegkundigen daarbij betrokken moeten worden. Maar transitie en AIA-zorg is denk ik multidisciplinair. Dus bijvoorbeeld ook sociaal werkers, psychologen, IT'ers. ik denk dat we binnen alle afdelingen mensen nodig hebben. Ja. Oké. Nog iemand een vraag? Geen vragen meer. Dan wil ik eigenlijk het afsluitend woord geven aan Lievende Geiter, zorgmanager. Dat is een beetje de afspraak. Mensen die ook nog geen verpleegcafé gedaan hebben, dat de moderator dan het woord doorgeeft aan een zorgmanager die heel goed opgelet heeft deze avond en die ons een korte round-up gaat geven. Ik twijfel niet aan jou, Lieven. Dat zeg ik niet. Aan jou het woord. Goed, na deze ongelooflijk boeiende avond met vijf gepassioneerde sprekers is het niet zo evident om dat op 2 minuten of 5 minuten samen te vatten. Ik ga beginnen met definitie, begripsomschrijving. Wat is transitie, wat is AIA-zorg? Denk dat het goed is, zoals deze avond, dat er een aantal ophelderingen gebracht zijn. De definitie, voor nu specifiek de transitie van pediatrie naar volwassenheid, was hier de focus, maar er zijn nog andere domeinen. Ik denk dat we 4 gepassioneerde gangmakers gehoord hebben, die zorgen dat eigenlijk de gap in de zorg bij het overgaan van de kindertijd naar de adolescentie en volwassenheid zoveel mogelijk moet voorkomen worden, want ik heb toch vernomen dat 25% toch afhaakt. En dat is nauwelijks aan bod gekomen, maar de zorgen die daarmee gepaard gaan, als dus jongeren afhaken in hun zorg, zijn zeer groot. En je zou ze bijna moeten kunnen economisch ook, naast het psychosociaal en andere familiaal leed, proberen in kaart brengen. Ik weet niet of dat ook onderzoek gerelateerd is. Hè. Maar als jongeren hun zorg niet verder op willen laten nemen, komen die dan op spoedgevallendienst, op operatiekwartier, hebben daardoor weer andere hinder, misschien schoolverlet en relatieproblemen enzovoort. Dus dat is toch wel een enorm belangrijke maatschappelijke rol, eigenlijk, zo'n transitie en AIA-zorg. Ik denk dat het duidelijk is dat door het project bijvoorbeeld van Kom op tegen kanker nu rond AIA met de 4 ziekenhuizen, waar dat er structuur geboden wordt aan
het organiseren van deze zorg door een AYA-kompas, door een AYA-draaiboek, door een AYA-goodiebag enzovoort. Ik had de eer om vorige week op de laatste vergadering van de stuurgroep aanwezig te zijn. Ik ga het verslag niet volledig herhalen, maar er is ongelooflijk mooi werk verricht om dat echt op spoor te zetten. En het enthousiasme was zo groot dat eigenlijk de leden die daar aanwezig waren gewoon bevestigd hebben, wij willen hiermee doorgaan. Ik denk dat dat al een enorme verdienste is. Hè. Want dat is het ook, ik ga sneller doorgaan, denk inderdaad dat we druk moeten uitoefenen op het beleid. Hè. Belangrijk is dat we meer professionals hebben die met de implementatie van transitie aan AYA-zorg kunnen instaan, zodanig dat we goede vorming kunnen voorzien, dat we de noodzaak van die interdisciplinaire samenwerking kunnen onderstrepen met de ervaringsdeskundigen, en daar zijn allerlei vormen over benoemd deze avond, en dat we ook impact kunnen bekomen intramuraal, maar ook extramuraal, bijvoorbeeld met de mensen van infrastructuur voor de juiste accommodatie, met ICT, met dienstcommunicatie enzovoort. En tenslotte denk ik dat het resultaat heeft, want bijvoorbeeld voor de AYA-zorg heeft de politiek toch ook al, en ook voor de transitiezorg dan op internationaal niveau, al effect met de referentiecentra. Ik ga het hierbij houden. Ongelooflijk bedankt voor jullie inbreng deze avond. En ook Elsie voor de zeer goede moderatie.